Vorige week zag je hoe na het verlies van onze schroef alles tegen lijkt te zitten. Er is geen plek in de havens, we hebben moeite om in Spanje de juiste schroef te vinden en ook de ankerplekken zijn niet ideaal. Wat zou jij doen als je de loterij zou winnen? Ons antwoord? Een zeilboot kopen en op wereldreis vertrekken. Tot we ons op een dag afvroegen, wat als we de loterij niet winnen? Nooit niet. Wat komt er dan van die droom terecht? Dus we doen het gewoon. We verruilden ons huis voor een zeilboot en het grote avontuur. Welkom aan boord. Hey Frankie, waar is laptop aan nou? Waar is dat? Hier! Ja, dat zie ik. Slaap ik in mijn eigen kamer? Nee. Ugh. Dit is ook onderdeel van het bootleven. Als de wind vanuit de verkeerde kant komt, dan klotst het enorm in de achterhutte. Zo hard dat je er wel eens niet van kan slapen. Dus Jess is bij Frank gaan liggen en ik ben hier gaan liggen. Eindelijk goed nieuws. We gaan een haven in. Ik heb vanmorgen weer Ibiza stad geprobeerd, daar de havens. Ja, eentje neemt niet op, want het is Pasen. Die andere die zegt weer vol te zijn, alweer terwijl dat vorige week gewoon plek was. Ja, die zit gewoon het hele jaar vol. Ja. En we hebben nu Sant Antoni de Marina daar gebeld. En die hebben een plek. Daar hebben ze ook een werf, dus daar kunnen we er hopelijk ook uit als we de schroef hebben. De schroef wordt wel in Ibiza stad bezorgd, maar dan moeten we dan maar even met de bus of de taxi of zo naartoe om hem op te halen. Dus nu nog de sleepmaatschappij die ons straks komt ophalen. Jeroen heeft net gebeld, dus ze bellen zo terug of ze uit Ibiza stad komen of uit Sant Antoni zelf. Dus een nieuwe ervaring zometeen. Nu kunnen we eindelijk keer met recht zo doen. Nou ja, de reddingsdienst is onderweg vanaf Ibiza. Half uurtje varen, zeiden zij. Verrekijkers. Ja, mag je vestje even gaan pakken. Half uurtje varen, zeiden zij. En het is volgens mij 16 mijl naar Sant Antoni de Portmany. Ik weet niet hoe hard ze ons gaan trekken. Maar daar zijn we dus eind van de middag, denk ik. En dan even op een plekje. En dan rustig aan. Staat het bier koud? Niet spannend. Een soort gezonde spanning. Ik bedoel, die mannen weten wat ze doen, ga ik vanuit. Ik heb ook een idee hoe het ongeveer moet. Ja, en ze slepen ons daarheen en pas daar wordt het een beetje spannend, want achter een bootje hangen, dat is de kunst niet. Ik vind het reuze spannend. En wat staan we echt al de hele ochtend zo stijf van de zenuwen. Vanaf dat we weten dat we een mooring hebben, een plek. Nou, daarvoor wel. Ja. Ja, want dit is niet de eerste haven die we gebeld hadden. Nee. Het was wel spannend om de havens in Ibiza weer te bellen. Maar wederom geen plek, allemaal vol. Tenminste, de haven die we hadden gebeld was vol en de andere namen niet op. Dus ik zal heel blij zijn als we straks in een box liggen en eventjes alleen nog maar hoeven te wachten op de schroef. Komen ze al, Ben? Nee. Ze komen straks daar, om de hoek, denk ik. Zal je vestje even pakken? Hoewel je natuurlijk hoopt nooit een sleepdienst of reddingsmaatschappij nodig te hebben, zijn we nu, na een week van onzekerheid, ontzettend blij om deze oranje boot op ons af te zien varen. Er is geen wind en zonder motor is er voor ons geen mogelijkheid om zelf de haven, 16 mijl verderop, te bereiken. En als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Gaan we vooruit ineens, jongens? Ja, daar gaan we. Kijk, trekken we hem strak. Gaan we, kapitein? Ja, we zitten nog even gesleept. Ja, goeie
goede beelden voor een nieuwe vlog. En dan moesten we de onze propeller voor eraf gooien. Het kost een paar duizend euro, maar dat heb je ook wel. Ja, hartstikke leuk. Gelukkig hoort dit in ieder geval goed, dat weten we zeker. Maar verder... niet voor de lol. Jeroen heeft zijn mond even leeg. Hoor deze snavelsteen. Nee. Zie. Zie. Nou, waar zijn we? Sant'Antoni de Portmani. En we liggen nog eventjes aan de buitenkant van de haven. Nee. Ze brachten ons nog heel even... Jongens. Ze brachten ons nog heel even aan het twijfelen. Ze vroeg, do you have a verification? Did you have a spot? Dus ik had vanmorgen gebeld. Dus ik dacht, ja toch, ik heb jullie toch vanmorgen gebeld. Was toegezegd dus. Ja, dus ik begon nog te twijfelen. Heb ik niet de hele andere haven gebeld? Maar nee, nog gecheckt, telefoonnummer en zo. Maar ze hebben een plek voor ons. We moeten morgen even bespreken met de scheepswerf of we eruit kunnen. We moeten alleen hier heel even wachten tot 5 uur. Dus nog 1,5 uur totdat ze ons kunnen helpen om naar de plek te gaan. Ik denk dat jullie hier helemaal niks van verstaan. Happy? Ja, dit is opluchting. Zo ziet opluchting eruit. Straks met een drankje op het terras of een ijsje. Ja. Oké, we gaan. Dag boot. Na een ijsje en een bezoek aan de speeltuin worden we naar onze plek toegesleept. Over de zee, ja. Eerste nacht weer in de haven na onze schroefongeval. We hebben zo lekker geslapen. Zo fijn om gewoon... je oog dicht te kunnen doen en geen zorgen te hebben over of je anker wel houden kunt. Dat vind ik niet hoor, kijk. Ja, ik wat hebben we nou weer allemaal, jongens? Ik heb hier een wat hebben we nou? Nou, een netje. Een gaf, haak. Een beter aas, schijnbaar. En een hengeltje om met de jongens te vissen. En de rest van de maand bodem met rijst. Ja, dan gaat ons maatbudget. Gaat dit zich terugbetalen, denk je? Als jij vis gaat eten. We komen erachter. Nou, dobbertjes gebruik je ook. Hè. Kijk, zo kan hij uitschuiven en dan is een lang hengeltje. Gaan jullie zo vissen vangen, jongens? Ja. Waar is het? Hé, maar wat eten vissen graag dan? Wat doet er aan? Aas. Wat voor aasje? Dobber. Moet er een stukje brood aan. Ja. En wat is dat? Hoe is dat een draaier? Waarom deed je dat? Is te veel. Want ze blijven wel diep, die vissen hier, ook. Ja, ik heb hem niet heel diep afgesteld. Pas op! Gaat alweer in de knoop. Ja, ik weet dat ik het zo moet doen.
Nu moeten we wachten. Ze zien ons natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je de afgelopen dagen hebt gedacht van waarom laten jullie je met zulke mooie en kalm weer de haven inslepen? Waarom wacht je niet op de wind om de haven in te gewoon naartoe te zeilen en dan laatste stukje met de havendienst de haven in te varen? Nou, we zagen al slecht weer aankomen op de voorspellingen, zoals je nu ziet. En we hebben natuurlijk geen schroef. En de buitenboordmotor die startte ook niet één keertje. Dus ja, als je in dit weer een probleem hebt voor anker en op de plek waar we lagen, daar hadden we ook aan lager wal gelegen met heel veel deining vanaf zee. Ja, toen hebben we maar gewoon eieren voor ons geld gekozen en het moment aangegrepen en de plek in de haven gepakt toen die zich aandiende. Dus vandaar. En als ik dit zo zie, dan ben ik ook heel erg blij met de keuze die we hebben gemaakt. Hagelt! Hagelt het? Ja! We zijn toch op Ibiza? Het dondert en het bliksemt. En het regent met de bier. Komt vol verzuip, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Ja. Niet meer van de tijd. Oh ja, deze tijd komt nooit meer terug. Echt, ik vind het wel lekker. Maar ik zie nu geen bliksem meer. Nee joh, dat is gedaan. Jammer, wilden we net zien. Wat ben jij aan het bekokstoven? Ik zit in mijn heksketel te roeren. Het ziet er heel lekker uit. Dit wordt yoghurt. Yes. Henk en Gina weten misschien nog wel dat Jeroen met heel veel yoghurt ontbijt. En ik was een beetje zat om elke keer als ik boodschappen ging doen met 4 kilo yoghurt te lopen. Dus nu maken we het zelf. Dus ik heb zo'n zak met melkpoeder. Deze motor op. Is goed voor, ja, zegt 7 liter, maar ik doe er altijd meer. Hier is geen metaal. En dan... deze is niet van metaal. Deze een beetje... tot 40 graden verwarmen, maar ik meet het niet. Het moet gewoon een beetje warm aanvoelen. En dan yoghurt erbij. Gewoon normale yoghurt of een beetje restje van de vorige keer. En dan op een warme plek zetten en een paar uur wachten. En dan heb je yoghurt. Eigenlijk heel simpel. Ja, er scheelt een hoop gesjouw. Is het goedkoper? Ja. Ietsjes. Ja, het is iets goedkoper, wel iets meer werk. Uren moet je niet meerekenen. Nee, we zijn niet Jeroens uren, dus dan maak ik het niet. Nee. En dan heb ik 's morgens lekker yoghurt met muesli. Nu nog bedenken hoe Jesse muesli voor me gaat maken, maar dat kun je gelukkig overal wel kopen. Doei! Ja, doe wel. Dat wordt yoghurt. En wat was er de laatste keer gebeurd dat je yoghurt ging maken, Jess? Ja, toen lagen we dus schuin op de deining. Is hier verrassing. Ik was in Ibiza. Om de schroef te zoeken, Een schroef te zoeken. Toen had ik dus ook yoghurt gemaakt. En toen wilde ik het in de koelkast zetten. Er stonden op het aanrecht 2 van die bakken bovenop elkaar. En toen kwam er dus een golf. En toen vielen ze om, boven op mijn hoofd. En er lag yoghurt overal. Dat was zo'n dag die je eigenlijk liever in je bed had willen blijven liggen. Sant'Antonie de Portmanie is een beetje het Lorette Mar van Ibiza. Met een paar grote discotheken en beachclubs. We hebben hard gezocht naar een beetje cultuur in Sant'Antonie. En dit is het. Wat gaan we doen, Jeroen? Er is een pakketje bij het havenkantoor. En wat kan dat alleen maar zijn? Ik,
verwacht dat dat de schroef is, want het kan eigenlijk niks anders zijn, want we hebben niks anders besteld. Dus die zou vandaag arriveren en het is nu 11:15 en hij is er al. Dus dat is een welkome verrassing. Harris, is die zwaar? Hij is zwaar, hè, jongens. Misschien kunnen we hem een beetje uitpakken. Misschien moeten we het gebruiken om terug te sturen als het niet past. Ja. Gaan we het nog niet uitpakken. Het is vandaag maandag, de schroef is net binnengekomen. En woensdag gaan we de kraan in. Alleen omdat wij niet precies de maten wisten van de schroef, hebben we alles opgemeten en zo. Gaat Jeroen nu maar even voor de zekerheid onder water checken of hij past. Dus dat gaat hij nu even doen. Maar we moeten wel echt eruit om hem te plaatsen, omdat de schroefjes met een bepaald middel moeten worden ingesmeerd. Loctite voor de kenners. En dat kan alleen boven water, niet onder water. Anders moet het droog zijn om dat goed te doen. Anders dan raken we straks weer wat kwijt. Dat willen we niet hebben. Papa, waarom kan je als je mond onder water zit, door je snorkel ook heen praten? Wat had ik al? Wat doe je dan? En past het? Yes! Yes! Alles past. Past alles. Deze past en de boer past. En dat is belangrijk. Nou, hij gleed er zo op. De speedy moet ik, waarschijnlijk past hij ook gewoon, die is standaard voor dit spulletje. En anders moet ik hem maat peilen, maar deze past en de bout past. Dus dat is goed nieuws. Yes. Kunnen we door. Het enige wat ik nog mis, is een goede dopsleutel. Een hele grote, maar die hebben ze waarschijnlijk bij de varenderen wel, bij Heidelberg. Ga je zo even vragen, zeker? Wat zei je? Ga je nog wel even vragen, zeker? Ga ik zo meteen. We krijgen best wel regelmatig de vraag of mensen geld kunnen doneren voor onze reis of voor de video's. En tot voor kort kon dat niet, maar we hebben nu een petje af pagina. Yes, petje af is vergelijkbaar met wat in Amerika Patreon is. Alleen dit is een Nederlands systeem waarbij je eenmalig een donatie kunt doen of per aflevering een klein bedrag kunt sponsoren. Noem je dat zo? Overmaken? Ja. En daarmee, als je per aflevering een bedrag overmaakt, word je lid van de community. Dan krijg je eerder toegang tot de video's en kun je reclamevrij kijken. En er zijn nog andere voordelen. Dus kan je zien op petjeaf.nl? Nee. Petje.af? Petje.af/ wat als je de loterij niet wint. Ik zet het in de bio, ook de beschrijving. Maar gaan we nu alleen nog maar betaalde content maken? Nee. We blijven gewoon dezelfde, als wat je nu van ons gewend bent, dezelfde video's maken. Daar verandert verder niks aan. Nee. Maar je kunt dus ook op een andere manier ontzettend goed helpen. Dat is namelijk de video's liken. Want daar kijkt YouTube graag naar. En nog beter, abonneren op ons YouTube kanaal. Het is gratis. Het is gratis, kost niks. Daarmee kun je ons gewoon helpen groeien. Waarmee wij weer andere dingen voor elkaar kunnen krijgen. Yes. Dankjewel en nu weer door naar de video. Wat ligt hier op tafel, Duivie? Mijn rib. Een rib uit jouw lijf zit volgens mij. Ja, ook een stukje uit mij volgens mij. Ik weet niet, dit is dan een beetje jouw rib en hier mijn rib. Ik heb de schroef zojuist helemaal in elkaar gezet op het bureau. Dus alleen de laatste delen, dus de bladen op de hub. En ik wil even laten zien waar wij denken dat het dus fout is gegaan toen wij een visnet hebben meegepikt. Kijk maar. Dit is de schroef in elkaar. Dus zo zit je aan de schroef als vast. Ik weet niet of het lukt met één hand, maar... Ik kan hem inklappen.
Maar hier, in het midden, daarbinnen, daar zit een moer. Die moer, die zit op het einde van de schroefas vast. Er zit nog een borgplaatje tussen. Dat is zo'n plaatje. Met het kleine lipje hier. En dit vouwt om als je hem aandraait, de moer. Maar dat zorgt er dus voor dat alles op zijn plek blijft en niet los kan gaan. Waarschijnlijk is dat kleine lipje wat hem borgt, samen met nog meer afgebroken of verbogen, dusdanig dat dus de bout los is gaan draaien. En dat heeft ervoor gezorgd dat de hele schroef steeds een stukje verder van de as afging tot de bout losliet. En de schroef met bout en al ergens nu op de bodem ligt. Als wij de schroef zouden kunnen vinden, dan is het enige wat er mist de spie. Verder is die helemaal nog compleet, omdat hij helemaal in elkaar zit. Dus degene die hem vindt, ligt een hele mooie stuk botuweel, kan ik zo noemen, ergens op de bodem van de Middellandse Zee. We hebben een idee waar. Dat gaan we natuurlijk niet zeggen. Dus het eerste wat we niet hebben opgedoken, verder zijn we voor elk tangetje, pasje, weet ik het allemaal, het water in gegaan. Maar ja, dit is, we zijn hem gewoon kwijtgeraakt op een stuk van 4 mijl. Op behoorlijke diepte, want we ankerden daar al op 10 meter. Dus 40 meter ligt hij minimaal. Ja, opduiken gewoon. Is de kans dat je vinden die vindt is al niet te is doen. Nul. Dus, als wij aan het zeilen zijn, is dit hoe onze schroef eruit ziet. Zetten we een motor aan, gaan we ze vooruit. Oh, doet hij dit. Ik vind dat een beetje lijken op een, en ik weet niet of ik dat kan zeggen, op een omgedraaide swastika. Maar dit is onze schroef. En deze is mooi, shiny en nieuw. En die andere die was al een beetje gepokt en gemazeld door vanaf 2008 onder een boot gehangen te hebben. Voordeel, nu weten we wel welke maat we hebben. En hoe alles werkt. En waar we op moeten letten de volgende keer dat we een keer vastzitten weer. Wat niet meer gaat gebeuren natuurlijk. Ja, want wat moet je dan doen? Moet de bladen loshalen om te kijken of de borging nog vast zit. Dat dus. En overmorgen zetten we hem eronder. Is het klaar? Kunnen we weer weg. En sluiten. Alright, wat is er vandaag allemaal gepasseerd? Nou, we staan voor morgen ingepland in de kraan. En om de bout op de schroefas te draaien, hebben we een dopsleutel 36 nodig. Nou, die heb ik zelf niet. Dus toen ben ik naar de werf gegaan. Ik zeg, hebben jullie die? Nou, dan moeten we even wachten. Ik moet even die meneer nog te bakken krijgen, maar ik zal het even vragen als die er is. Dus toen ben ik zelf op zoek gegaan naar een dop 36. Nou, die hebben ze nergens, want dat is best wel groot. En toen bij de marine of bij de werf uiteindelijk, ik zei, joh, jongens, heb je hem al? Oh, ik ga hem even zoeken, die man. Maar die reageerde gewoon niet. En aangesproken, heb je die dop? Nee, die heb ik niet. Top, dan ga ik een dop zoeken. En waarschijnlijk werd het dan die pizza. Maar Jess zei, hebben ze geen garage die zo'n ding hebben? Dus naar een autogarage gegaan. En die man zei, ja, ik heb er wel een. Maar ik ben geen winkel, dus ik kan hem niet kopen. Ik zei, maar ik heb een probleem. Nee, ik kan hem niet kopen. Hij zei, maar 200 meter verderop is een winkel waar je gewoon spullen kan kopen. Nou, top. Ik erheen. Dat is inderdaad de juiste dop. Alleen hij paste niet op mijn momentsleutel. Dus dan moest ik een adaptertje voor hebben. Die heb ik nu wel, maar die hadden ze niet. Dus die moest eerst even gehaald worden in die pizza. Maar dat is dus allemaal gelukt. Dus we hebben het gereedschap om de schroef helemaal te monteren. Dus toen dachten we, yes, gelukt. Alles gaat goed. Zelfs Jester laptop was klaar. Dus Jester heeft de laptop gehaald in die pizza. Alles komt op zijn pootjes. Heerlijk. Komen we net terug bij de boot, word ik gebeld. Jeroen. In het Engels. Ja, ik heb een slecht nieuws. Ja, wat dan? Ja, morgen ga je de kraan in, maar dat kan niet. Want we hebben een emergency. Nee, dat kan niet, want wij moeten er morgen in. Want donderdag moeten we weg, anders hebben we geen weer meer om naar Mallorca te gaan. En dan zitten we straks nog 2 weken hier. Daar hebben we geen tijd voor. En wie komt er? Oma. Ja, over 2 weken komt oma. Ja, dus we moeten over 2 weken op Mallorca zijn. Nee, dat kan niet. Nou ja, ik was er dus heen gegaan om verhaal te halen. En ze gaat echt nog even bij de kapitein van de werf vragen of het niet anders kan. En het moet echt, dus ze gaat nog even aandringen.
Maar ja, die boot die water maakt, die gaat voor. Snap ik. Natuurlijk. Maar ze waren er met z'n allen op het werk en ik zeg, moet ik helpen? Als het nog sneller gaat, weet je wel, kan ik iets doen. Ah, ja, ja. Dus morgenochtend gaan we nog een keer even verhaal halen, want ja, we moeten er wel uit. Deze plek hebben we ook niet meer. En we hebben geen propeller, dus we kunnen ook niet wegvaren. Ja, alleen maar probleem. Gelukkig blijkt het mee te vallen met het noodgeval en kunnen we de volgende ochtend toch gewoon de kraan in. We gaan er even niet staan, want daar rijdt de kraan straks. Ja, ja, ja. Frankie, kom maar hier. Mijn handen warm. Oh ja, dat is fijn. De kinderen mogen niet op de scheepswerf blijven. Dus Jeroen die doet het werk alleen. Ik heb gezegd dat hij veel moet filmen. Zal wel niet. Waarom, en dan, waarom mogen wij dan niet blijven? Nou, weet je nog dat bord dat je een helmpje op moest en veiligheidsschoenen en zo? Dat hebben we allemaal niet, hè? Dus wij gaan even naar een cafeetje wat drinken en daarna naar de speeltuin. De schroef zit erop, alles werkt, alles is ingevet, alles zit in de loktijd. Het moet tot een uur drogen, dus ik hou anderhalf uur aan. En dan iemand vond het een mooie schroef. En dan kunnen we er straks weer in. Dit is een hele mooie glimmende schroef. Het ging allemaal ineens heel snel, dus we hebben niks gefilmd van het er weer in laten. We zijn er weer in. We varen op de motor. En we gaan nog even de box in om de stagen en zo weer vast te maken. En de boot vaar klaar te maken, zeil klaar. En dan gaan we een plannetje bedenken waar we heen gaan. En dan vertrekken we weer. Woehoe! Volgende week zie je hoe we alle zorgen achter ons laten en weer heerlijk zeilen. Ook hebben we tijd om het over belangrijke zaken te hebben. We zijn vandaag bij de Nederlandse winkel geweest, maar daar hoefde geen stroopwafels te kopen. Nee, want die hebben ze gewoon in Spanje ook.